Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag de eerste aflevering van de Fitlog. Wat gaan jullie in deze serie zien? Hoe ik van dit naar dit ben gegaan. Gewoon even duimpjes omhoog als je het een leuke video vond. Laat vooral een reactie achter wat je ervan vond. En als je hetzelfde wilt bereiken dan wat ik heb bereikt op die 12 weken, dan zou ik zeggen om gewoon heel de serie te volgen. Dus, we gaan naar binnen. We gaan beginnen aan de eerste aflevering. Lassen. Kimmeke. Mijn vast kasken. Oké. Pre-workoutje pakken. En wat gaan we vandaag doen? We gaan borst, schouders, triceps en buik aanpakken. Dus 4 spiergroepen. Eigenlijk focussen op de 2 grootste spiergroepen, borst en schouders. Dan oefeningsje triceps bij en een oefeningsje buik. Maar eerst energie. Oké, dus we gaan het schema erbij pakken. Ik was gekozen door Jim. Jim Stout. Het is geen een brave jongen. Dat is niet waar, zijn achternaam. En hij zit bij Team Windelings, dat is van Aaron Windelings. En dat is een hele app eigenlijk waar dat je vervolgens alles in kunt terugvinden. Bijvoorbeeld dus mijn trainingen, wat wel vrij belangrijk is. Fly incline zittend. Daar gaan we mee beginnen. Dus we gaan nu naar de eerste oefening. Ik zet mijn eerste oefening al klaar, maar ik ga me eerst wel opwarmen. Waarom? Vooral voor mijn schouder. Mijn blessure die ik heb gehad is het wel belangrijk dat ik me heel goed opwarm of ik heb terug een kwetsuur. Een heel simpel beetje rekbewegingen. Misschien dat micro ook niet aanraken. Dus gewoon simpele rekoefeningen. En natuurlijk, als je komt fitnessen, niet te vergeten, daar drummeurtje. Dan wordt het 2 keer zo breed. Zwaar, Kim. Gewoon even warm worden. Dus het is heel simpel. Ik ga laten zien wat ik op 12 weken heb bereikt en hoe ik het heb gedaan. De voeding, daar komt nog een aparte video van. Dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Het is ook wel voeding dat heel belangrijk is. De eerste oefening, 2 sets van 15. Fly incline zittend pulley. Pulley, maakt allemaal niet uit. 13,5 kilo, dat zijn dus 2 blokjes. Hoppa. 1, 2. Dus het is eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon liggen. En dan 1, 2, 3, 4. Oké. Wat ook niet onbelangrijk is, er staat dus 120 seconden rust, dat is 2 minuten. Dat is de eerste oefening. Het is belangrijk dat je daar ook wel rekening mee houdt. Als je vandaag een minuut rust, of morgen 2 minuten, en een dag nadien 3 minuten, dan gaat je gewicht ook heel anders zijn. Maar als ik nu 1 minuut rust en de volgende keer 3 minuten, dan ga ik de volgende keer sterker zijn automatisch. Dat telt niet. Zien dat de rust altijd hetzelfde is, pak gewoon een timerje en je drukt gewoon. Gewoon timen. Twee sets van 15. Voilà, die zijn klaar. Toestel terug. We gaan over naar de seated press. De seated chest press. Dat is deze. Dat is heel simpel. 3 sets van 12, met 35 kilo. En dan gaan we daar gewoon 35 kilo aanhangen. Gewicht maakt niet uit, als je de uitvoering te goed is, het belangrijkste. 3 sets van 12 met 120 seconden rust tussen de sets. Je moet zorgen dat je een gewicht hebt, dat je herhalingen net kunt en dan nog wel 2 extra kon, maar niet op de manier hoe het zou moeten zijn. Dan zit je op een goed gewicht. Het is niet gemakkelijk in het begin je gewicht zoeken, maar gewoon opschrijven en na een weegje of 2 dan zit het toch wel zeker dat je op het juiste gewicht zit. Dus houd daar wel rekening mee. En als je vragen hebt, laat ze achter in de reacties. Als je opmerkingen hebt, laat ze ook achter in de reacties. Dat is belangrijk. Feedback is altijd belangrijk, maar ook als je een vraag hebt, stel ze gewoon. Dat zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. De volgende oefening. Shoulder press zittend. Heel simpel, ik heb dat geel dingetje nodig. Hoppa, dit. Ik ga er iets of wat de helling maken. Hoppa. Je gaat toch nog altijd een klein beetje op die borst werken. Schouderk op voorkant, mooie borst. We focussen vandaag op borst, schouders. Straks een oefening triceps en buik, maar hè. Borst en schouders vandaag. Oké, heel simpel. 16 kilo, 12 herhalingen. Weer 3 keer 12. Dus zoek een gewicht. Je 3 keer 12, juiste uitvoering. Gewoon kunt doen. Hoeft je niet in te racen in dat gewicht, voelt je natuurlijk naar je eerste set, het is te licht, we kunnen precies toch al stijgen, dan doe je dat ook. Dan doe je je eerste set met 16 en de volgende 2 ga je 2 kilo of 4 kilo omhoog.
Je ellebogen iets naar voren, dat je op je schouder focust. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Niet vergeten. Weer 2 minuutjes timen. Dus belangrijk bij deze oefening, ellebogen iets naar voren, niet zo gaan duwen. Ellebogen iets naar voren, zodat die last op je schouders komt en niet op je rug en op je nek. Heel simpel, iets naar voren. Gezakt, gaat omhoog, dan gezakt traag. Up, en traag zakken. En traag zakken. Altijd inademen en uitademen als je je oefening doet. En up, en terug omhoog. En dat 3 sets van 12. Oké, dat was oefening 3. Nu naar de 4e oefening. En dat is... bend over reverse fly. Pulley laag. Zo de kabel achter mij. Kabel kan in orde maken, hè. Dus bij mij is dat simpel. Dan moet er geen handvaten aan. Stel op het laagste. 1 na laagste. Laat mij hem shows. Voor de Franse kijkers. Gewicht was niet veel. 9 kilo. 12 herhalingen. Het is wel een zeer geconcentreerde oefening. Dus zorg ervoor. Ik zal het al eens voordoen, hè. Het is heel simpel. Je pakt de 2 balkjes en dan gaat het dus zodanig staan. Klein beetje voorover gebogen, niet veel. Zo, komt tot hier, niet verder. En dan, hup, traag zaken. Hup, traag zaken. Hup, traag zaken. Zo, 3 keer 12. En vergis u niet, man, dat we echt geen deugd. Hè. Schouwen, dat is echt... dat is pijnlijk. Oefening dom. Next. Want dan ook de nummertjes van hoe hoog de toestel staat. Het is ook belangrijk dat je altijd dezelfde hefboom hebt. Weer al naar hoeveel gewicht pak ik. Het valt te zien dat dat staat. Je hefboom is anders, hou daar rekening mee. Ook niet, ik pak zoveel gewicht op de kabel die dat. Hou rekening met hoeveel hefbomen dat die kabel heeft. Dat is ook heel belangrijk. Even met weinig gewicht uitleggen hoe deze oefening werkt. Zo. Dan pak je je... kabel. Dus gewoon simpel zo zitten. Weer al niet zo duwen, maar zo duwen. Zie? Zie je het verschil? Dus niet zo duwen, maar zo. Ellebogen naar beneden, duwt vanuit die borst. Dus je pakt, gezakt, zodat je bijna kille 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 kunt doen. En dan 1, 2, hup. 36 kilo, 12 keer. Daar is het van 12. Nogmaals, heb je vragen, opmerkingen? Vooral duidelijkheid, ik ben geen personal coach. Ik heb geen diploma gehaald. Ik laat gewoon zien wat ik de afgelopen 12 weken eigenlijk heb gedaan. Ik train al van mijn 15, zou ik misschien niet zeggen. Ik ben nu 27, maar ik ben toch al lang genoeg in de fitnesswereld, om het zo te zeggen, om toch wel de basis te kunnen zeggen. Uiteraard, ik maak nog fouten. Bij elke oefening zal de personal coach altijd iets kunnen opmerken of een aanmerking hebben. Maar ik denk, als je doet wat ik doe, dan bereik je gewoon wat ik heb bereikt. Vooral de duidelijkheid, wat ik ook 100% real met jullie wil zijn. De meeste mensen van de derde van die weten dat. Hoe ben ik afgevallen? Ik heb mijn voeding aangepast. Niet boven mijn 2200 calorieën gegaan. Ik heb 5 uur gemiddeld slaap gehad op 12 weken. Dat is totaal niet goed. Dat moest minstens 8 uur zijn. Best zelfs 9 of 10. En gewoon water drinken. Geen frisdrank. En dat is het. Geen voedingssupplementen om af te vallen. Geen shit gepakt om af te vallen. Niks. Gewoon puur dat. Cardio ook niet. Veel mensen zeggen, om af te vallen moet je cardio doen. Dat is bullshit. Het versnelt het proces. Het is beter voor de conditie. Tuurlijk, het heeft veel voordelen. Maar het is niet nodig. Ik heb 3 dagen cardio gedaan op 12 weken tijd. En ik heb dat resultaat wat je in het begin van de video hebt gezien, heb ik behaald. Ik zou zeggen, als je eraan deelneemt, pak foto's voor en na. En maak mij trots. Dat was het. 2 setjes van 15 herhalingen. Gewoon 2 setjes, heel simpel. 15 herhalingen, niet moeilijk. Vooral focussen, die oefening. Een crossover, ik doe hem niet als crossover. Ik laat ze gewoon naar elkaar komen. Je zult het zo meteen wel zien. Het is die houding gewoon al. Dus je pakt je gewicht. Ik zet mij zo. Ik sta vast. Mocht duwen, ik sta vast. Dat is belangrijk. Je voelt ook.
Twee sets van 15. En nadien nog een oefening triceps voor de armen. En dan het wieltje. En dat is niet het wheel of names voor de giveaways. Dat is een moeilijk wielje, dat zo meteen wel zien. Maar je bent aan het lachen, hè? Maar kijk hier. Zorg dat het er zo meteen uitziet. Hè? Triceps extension incline. Twee sets van 15. Dat doe ik met niet te veel gewicht. Want het is met deze oefening, ik ga heel eerlijk met jullie zijn, ik heb die oefening gedurende de 12 weken niet gedaan. Ik ga ze wel voordoen, dus het is spannend. Met deze oefening heb ik uiteraard een jaar geleden mijn schouder uit de kom gedaan. Brak mijn schouder eigenlijk af, schouderbreuk, waardoor ze uit de kom was getrokken. Dus ik ben er eigenlijk van versteld dat ik hier op dit moment zo kan staan. Dus een dikke shout-out naar, in ieder geval, Power Factory, waar we zijn. Hier op de industrie in Aarschot, waar we hier ook mogen filmen en zo. Maar ook een dikke shout-out naar Power Move in Leuven, want dat is mijn fysiotherapeut, mijn kinesist. Die heeft gezorgd dat mijn schouder eigenlijk terug de oude is en beter dan de deze. Want dat is echt waar, door die extra rotaties en zo te doen, is deze schouder veel stabieler geworden. Als ik een dumbbell press doe, merk ik ook dat deze veel stabieler is in stabiliteit dan deze. Twee sets van 15. Zo. Dan gewoon zakken. Ik ga tot op mijn hoofd zakken. Dan ben ik zeker dat het niet fout kan gaan. 1. 2. 3. 7. Ik ga eerlijk zijn, ik voel hem wel. 8. 11. Geen. 12. En normaal gesproken zou ik zelfs mijn ellebogen nog iets meer naar voren moeten doen. Het lukt niet. Het is nog altijd niet 100% in orde. Je moet eigenlijk zorgen, ik zal het nu even zonder gewicht doen, dat je eigenlijk zo pakt. En nu deed ik dat, hè. Maar dat je eigenlijk zoveel mogelijk die schouders blokt, zo, dat je dat zo eigenlijk doet. Zie? Pak die bar en je gaat eigenlijk gewoon dat doen. Hup. En eigenlijk enkel je bovenstukje van je arm beweegt. Die blijft redelijk stabiel, quasi loodrecht. En je doet eigenlijk gewoon heel simpel die beweging. Maar ik voelde direct mijn gewicht erbij, lukt het nog niet. Daarmee ik het iets breder pak. En dan gaan we naar mate, hup, dichter en dichter, dat die schouder mijn gewicht weer dat gewicht kan verdragen. Want ik ga je zeggen, in het ziekenhuis zeiden ze toen meteen tegen mij van dit komt niet goed, dat is niet oké. En dan ga ik ben zo iemand, ik geloof dat niet. Ik zal zelf wel bepalen of het wel of niet gaat. Het zit puur in het kopje, mindset. En dat is met alles zo in het leven. Als je het zult bereiken, moet je ervoor gaan. Je moet naar punt A gaan en je moet ervoor gaan. En je wijkt niet af. Er is geen optie B. Het is A of verzuipen. Eén van de twee. Dus nogmaals, je hebt net gezien hoe de oefening moet. Ik ga hem weer doen wat hem net niet moet. Maar zo ga ik wel werken naar hoe het uiteindelijk weer wel moet terug te goed komen. Maar nogmaals, laten we niks wijs maken. Je kent alleen je eigen kop, je eigen mindset, je eigen lichaam. Ja maar, zwijg, dan moeten we niet beginnen. Een ja maar, daar kunnen we niks mee doen. Dat is een opgeefmentaliteit. Daar staan we niet voor. De bicep staat voor doorzettingsvermogen, positiviteit en samenhorigheid. Je hebt gezien, hè? Op tijd teruggaan. Hè? Als je voelt gaan, dan gaat het niet. Hè? Als je spier leeg is, dat is tegenovergestelde wat ik zeg, natuurlijk blijven doorgaan. Maar als je spier leeg is, is ze leeg. Hè? Ga dan niet blijven verder knallen, want op het moment dat je begint terug te gaan in je beweging, gaat de blessures kweken. Als ik naar dat wielje kijk. Hè? Ja, zo'n wiel. Dat wiel dat blijft alleen mijn plaats. Oké, dus 4 keer 10. Dat is wel leuk eigenlijk, als een YouTuber. Dan kun je zeggen 4 keer 10, maar doe dat 10 keer. Dan gaat dat zo. Hè? Oh, echt waar. Deze is echt niet leuk. Het is gewoon zo. Zakken. 1. 2. 3. 9. 10. Misschien beter als verwacht. Buik. Veel zeggen, ja, maar als je droogst hebt, toch buikspieren. Hè? Beetje volume is ook wel belangrijk. Maar vergeet niet dat je core, je buik hè, en alles wat daar rondhangt, de zijbuikspieren en zo, dat dat ook wel helpt als die sterk genoeg zijn in bijvoorbeeld een benchpress. Of dat is ook een versteviging van je lichaam. Hou er ook rekening mee. Veel denken buik is niet belangrijk. Maar eigenlijk wel. Het kan zijn dat dat net het verschil maakt in je PR's op je compound oefeningen van je bovenlichaam. Dat is wel belangrijk. Bij elke spier is belangrijk in het lichaam. Om 3 sets te gaan. Zie, ik heb gezweet vandaag. Voilà. De fitlog.
Ik hoop jullie ervan hebben genoten van deze video. De eerste aflevering van de Fitlog. Er komen er dus nog 5 aan van training. Nog een 7e voor de voeding, ook belangrijk. En dan blijven we doorgaan. Er gaan nog afleveringen komen. Wat is de bedoeling? Dat ik jullie inspireer met deze video's. En dat zowel mensen die al langer trainen of mensen die pas beginnen, de mogelijkheid hebben om met mij een keer komen samen te trainen. In deze fitness of in een andere fitness. En dat we gewoon die aflevering, of ja, die gebeurtenis, ook filmen met de camera. Ik stoel mijn vlieg. In ieder geval, dat wordt een soort van vlog, maar een fitlog uiteraard, zoals we het hebben genoemd. Om dan vervolgens jullie de mogelijkheid te geven, zoals ik zeg, om mee te trainen. Dus dan hebben we elke week content voor de fitlog. En woensdag om 3 uur uiteraard de vlog. Heel belangrijk. Dus moest je interesse hebben, laat het weten in de reacties. Of stuur mij gewoon even een DM op Instagram, daar antwoord ik ook altijd. Duimpje in de morgen als je het leuk vond. Laat dus vooral een reactie achter wat je ervan vond. Dan weet ik ook wat beter kan en wat niet beter kan. En dan, dan wil ik jullie nogmaals bedanken. Dikke merci om te kijken. En zeg ik zoals altijd, flex die biceps en joejoe!